We luisteren eerst naar de analyse van de bezoekende coach Ricardo Sapinto. Votge analyse, s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Le match. Je pense que nous n'a pas entré bien le match autrefois, la première minute. Et Gent a entré bien agressif, pressionnant. Mais après, avec le temps, nous commençons à entrer en le match et nous équilibrer. Et comme ça, je pense que c'est un premier temps avec beaucoup de duels. On n'a pas très joué, on n'a pas de contrôle. Et on n'a pas la qualité que nous ont les autres matchs. Et nous va, je pense, comme un résultat juste pour le premier temps. Le deuxième temps, nous vient avec autre comportement. Nous vient avec autre attitude, autre de confiance, autre nous faire quelques corrections aussi, que nous devrions améliorer pour avoir plus qualité et pour avoir plus ballon et pour jouer plus meilleur no deuxième temps. Mais je ne comprends pas comment nous prendre cette but. Je pense que c'est un moment que nous sommes bien, nous très bien, mais nous prenons un but. Mais même quand le but, nous avons une possibilité immédiatement pour faire le but de 1-1 et pour 2-3 opportunités, très grosses opportunités. Mais voilà, quand on n'a pas très inspiré aussi, le standard pas est très. Il paye very hard this situation. Je ne sais pas comment dire en français, mais c'est ça. Je pense que nous méritons plus que le résultat qui s'est passé. Nous avons la meilleure opportunité et nous méritons le minimum. Marque le but et fini comme match nul. Mais si ce n'est pas passé, nous va travailler pour les 3 points contre Osten. Merci, monsieur Sapinto, pour votre analyse. Dan geef ik het woord aan onze coach Yves van der Hagen. Graag ook jouw analyse. Ja, goed, we wisten waar we voor stonden. Sandaar stond 6 punten voor. We moesten een beetje winnen en dat is ook gebeurd. Daarvoor zijn we heel tevreden. Want op welke manier het ook gebeurt, uiteindelijk heb je punten nodig. Ik denk dan ook dat we goed gestart waren. Met toch een hele race om corners. Waar we toch een klein beetje gevaar konden uit creëren. En vooral de ganse eerste helft vond ik wel dat we veel controle hadden. En de drang om naar vooruit te voetballen. Met toch, ja, toch een beetje baas zijn, vind ik, over het spel. Maar zoals mijn collega zegt, starten we misschien in de tweede helft veel minder. Gelukkig komt dan het mooie doelpunt. Want het was wel een mooie actie. Met een hele mooie center. En uiteindelijk zal het Yaremchuk wel deugd doen dat hij zijn eerste doelpunt scoort. En dat is ook bepalend geweest. En eenmaal je dan 1-0 voorkomt, dan zie je dat er een verdeeldheid in de groep zat. En in die zin dat er een aantal jongens nog vooruit wilden. Maar een hele hoop die alleen maar achteruit nog de voorsprong verdedigden. Ik denk dat we dan na een kwartier 2 vervangingen gedaan hebben en dat dan terug meer controle was. En dat we daar effectief nog een aantal keer gevat gekouterd hebben waar we misschien ook nog een tweede doelpuntje konden gescoord hebben. Ik ben het ook nog eens dat Standaar zeker kon gescoord hebben. Ze hebben voldoende kansen gehad. Maar we hebben er ons een kop voor gesmeten. We hebben de juiste mentaliteit getoond. We hebben even wel afgezien. Maar gelukkig hebben we toch met dit mooie eindresultaat de match kunnen afsluiten. Dankjewel, Yves van der Hagen, voor jouw analyse. We sluiten hier de persconferentie af voor het intern televisiecircuit. De volgende thuiswedstrijd is er op 24 november tegen Mouscron om 8:30. Nog een goede avond.